Dit is In Gesprek Met en vandaag is mijn gast Theo de Veer. Theo, welkom. Dankjewel. Eigenlijk ben je ook een soort van collega. Ja, daar hangt een beetje van af over welk trein je dat precies bedoelt. Nou ja, media. Ja, je bedoelt mijn hobby bij mijn lokale omroep. Ja. Mijn lokale omroep, de lokale omroep van het dorp waar ik woon. En dat is welke omroep? Dat is de Landert, de Landers Omroepstichting, waarbij ik zowel voor de radio als de televisie het een en ander doe. En dat is hartstikke leuk werk. Dus wat dat betreft, je hebt recentelijk, toen de gemeenteraadsverkiezingen, het debat heb je daar gedaan. Klopt, ik heb op de donderdagavond de 13e het lijsttrekkersdebat mogen leiden. En dat blijft natuurlijk een feest, hè? Een klein kind in de snoepwinkel. En 19 maart de verkiezingsuitslag samen met de burgemeester. De uitslagen van de diverse stembureaus aangekondigd. En vervolgens ook kijken van wat betekent dat voor de zetelverdeling. Maar wat nog veel leuker is, dat we meteen met hem over gehad hebben van wat betekent dat voor de ploeg die je mag gaan leiden. Want als burgemeester blijf je natuurlijk over. Ja. En dan mag je leiding geven aan een nieuw college. En daar heb je relatief weinig invloed op. En, maar ben je al begonnen met het formeren dan? Nou, grappig, op de avond van het lijsttrekkersdebat heb ik het wel met hem gehad over de uitdaging van de formateur. Maar welke kant dat allemaal op gaat en wie de formatieopdracht gaat krijgen, dat is nog niet bekend. Oké, nou, wij krijgen het natuurlijk aan het einde van het jaar. Ja. De gemeenteraadsverkiezingen, het zal hier ook best spannend worden. Dat denk ik wel. Dus dan ga ik hetzelfde doen als wie jij hebt gedaan, dan doe ik het debat. Nou, misschien kan ik je nog mijn ervaringen delen tegen graag, de tijd. Dan graag. Ja. Ja. En we hebben er een paar pittige bij natuurlijk, hè? Dat denk ik hier wel, in Den Bosch. Ja. Maar daar heb je ook mee te maken gehad, want je bent natuurlijk ook directeur van de muzerijen. Ja. Ja, laten we het vooral natuurlijk, want daar moet ik mijn geld mee verdienen. Dat is een hobby. Er is best wel wat gebeurd. Ja, dat mag je wel zeggen, ja. We hebben een stevige periode achter de rug. En natuurlijk voor een deel zitten we er nog middenin. Maar we hebben een stevige reorganisatie gehad. En dat is een vervelend traject. Het is nooit leuk als je met mensen in gesprek moet om te vertellen dat we afscheid van ze moeten nemen. Maar het was dat. Of feitelijk de hele winkel sluiten. Ja. En dat is in alle opzichten een slechter alternatief dan het alternatief wat we gekozen hebben. Want dit betekent dat de toekomst is voor de organisatie. Maar ook toekomst voor de mensen die afgevloeid zijn. Ja, want daar wil ik dan daar nog dadelijk nog iets over weten. Maar het was wel gewoon een hele pittige klus. Ja, dat mag je zeggen. We zijn van 130 mensen naar 33 mensen gegaan. Dus een kleine 100 mensen afscheid van genomen. En dat zijn allemaal mensen geweest die overwegend kleinere aanstellingen hadden. Ja. Maar daar is de pijn niet minder van. Want dat blijft afscheid nemen van mensen. Ja. Ja. Vanuit zeg maar de docenten die er zeg maar naast zijn komen te staan. Mm-hmm. Ik kan me ook zo voorstellen dat je een aantal colleges toch moet gaan invullen. Ja, nou, misschien is het goed om even te schetsen wat was de situatie. Wij noemden dat wel eens, het begint een beetje een geuzennaam te worden. De muzerij was een lesfabriek, een cursusfabriek. En dat is het niet meer, maar cursussen is nog steeds een onderdeel van ons portfolio. Ja. We hebben een andere opdracht gekregen. Waarom? Omdat de gemeente stevig bezuinigd heeft. Het zal niemand ontgaan zijn dat we een periode gehad hebben van een jaar of vijf, waarin geld toch een steeds schaarser goed geworden is. En ook gemeenten in minder geld vanuit het gemeentefonds vanuit Den Haag, ja. Moet er toch andere keuzes gemaakt worden. En overal, ook de hele linie, is er gekozen om ook op de kunst- en cultuurportefeuille te bezuinigen. Wat een hele verdedigbare keuze is. En de keuze is ook gemaakt dat met name het cursusonderdeel kostendekkend moet. Ja. Nou, in het verleden was dat dus niet het geval. En dat betekent dat de gemeente in heel veel gevallen geld sponsorde voor het volgen van cursussen. Of dat nou gitaarles was of een theateropleiding of wat dan ook. Er zat gemeenschapsgeld bij dat verhaal. En daarvan heeft de gemeente gezegd, dat gaan we niet meer doen. Dus je zult het moeten oplossen. Je wordt de helft in je operationele begroting gekort. Prijskaartje van 7,5 ton. Okay. En dan heb je dus weinig andere keus dan in de essentie snijden in je personeelsbestand. Want de rest is allemaal geoormerkt in huisvesting, projectsubsidies. En dan is je nog maar één knop om aan te draaien. En dat heet personeel. En betekent dat ook dat zeg maar een aantal personeelsleden een dubbele of een driedubbele functie hebben gekregen? Nou, we hebben met name de opleidingentak, dus de cursusentak die we deden voor de particulieren, zowel voor de kinderen als voor de volwassenen, die hebben wij anders georganiseerd. Hoe? Nou, goeie vraag.
We hebben ervoor gekozen vanwege het feit dat het kostendekkend moet. We hadden heel veel docenten op de loonlijst. En we hadden ook heel veel cursussen die we wel verzorgden, maar waar dus geld bij moest. Ja. En ook als je meer bezetting zou hebben, zou je nog steeds met het reduceren van de subsidie niet kostendekkend kunnen draaien. Dus we hebben ervoor moeten kiezen om die tak anders te organiseren. En daar hebben we gezegd, we gaan of de cursussen nog steeds verzorgen. Maar dat doen we niet meer met de mensen op de loonlijst, maar daar huren we mensen voor in. Ja. Of we gaan nog steeds een cursusaanbod organiseren. Maar dan doen we dat door de zelfstandigen met hun eigen klantenkring op onze locaties hun ding te laten doen. En dan maakt het niet zo heel veel uit of wij dat nou zelf doen voor eigen rekening en risico. Of we hebben het gefaciliteerd. Ja. Uiteindelijk kan de klant dan nog steeds de weg vinden naar de bedrijf. Precies, dan kun je het nog aanbieden. En dan kun je het nog steeds aanbieden. Sterker nog, dan heb je uiteindelijk veel meer mogelijkheden. Want dan kun je het met een hele andere kostenstructuur doen. Hoe ben je aan dat netwerk dan gekomen? Want goed, niet iedereen zeg maar, heeft een arsenaal aan cursisten. Mm-hmm. Hoe heb je dat ingevuld? Nou, we hebben een van de onderdelen van de reorganisatie was dat de mensen waar we afscheid van moesten nemen, dat die geen relatiebeding meer hadden waar we ze aan zouden houden. Okay. En dat ze, als ze besloten om een zelfstandige cursuspraktijk te gaan starten, dat ze daar door ons bij geholpen werden, onder andere door het meenemen van de leerlingen. Mm-hmm. Dus voor de leerlingen was het dan eigenlijk een naadloze overgang. En voor de mensen was het een vliegende start. Nou, ik vind dat ook niet meer dan normaal, ja. Want ook al zou het juridisch anders liggen, dan vind ik het moreel verwerpelijk als je zegt, je hoeft hier niet meer te komen te werken en je kunt geen boterham meer verdienen. En vervolgens gaan we dan tegen die mensen zeggen, ja, dat kan wel, maar dat mag je van mij niet, ja, want het zijn de klanten. Dat kan natuurlijk niet. Dat zou een heel slecht verhaal zijn. Dus vanuit die kant zijn er dus, maar ik kan me ook zo voorstellen dat je nog verder buiten zeg maar, de huidige docenten bent moeten gaan scouten. Ja, we hadden al een netwerk van freelancers of zelfstandige professionals die wij al regelmatig inhuurden voor specifiekere zaken waar wij de mensen ook niet voor op de loonlijst hadden. Dat is nog steeds zo. En we zien ook dat mensen de weg naar ons weten te vinden om met hun eigen zelfstandige cursuspraktijk op onze locaties te zeggen, nou, daar wil ik ook gebruik van maken. Even twee dingen. Eén, je ziet dat overigens steeds vaker, hè, dat zeg maar ZZP'ers ja, zich aanbieden aan muziekscholen. Mm-hmm. Even vooral duidelijkheid, term muziekschool, de bedrijf is geen muziek. Muziek was een onderdeel van onze. En ik ben daar zo scherp op, omdat ik nou juist probeer die associatie te maken. Ik snap het, maar goed, hè, we zijn natuurlijk toch. Jij bent van de muziek, dus ik snap het wel. Maar. Dus als je dan zeg maar goed gaat kijken dat de diversiteit aan docenten daardoor eigenlijk veel groter wordt. Dus je zou per definitie ook een breder pakket kunnen aanbieden. Dat klopt. Nou, dat is nou precies de richting. Kijk, zo'n stevige ingreep zoals wij die hebben moeten doen, dat vergt nogal wat. Ik zeg altijd van ja, feitelijk zijn we een compleet nieuwe organisatie aan het bouwen. Ja. Met uiteindelijk ook een heel andere, en voor een deel dus compleet nieuwe klantenkring. Maar ook met nieuwe medewerkers, of dat dan nou mensen zijn die op de loonlijst staan of op een andere manier aan je verbonden zijn. Je bent eigenlijk een compleet nieuwe organisatie aan het neerzetten. Nou, dat vergt nogal wat. En dat doe je niet met een knip van de vingers van nou, we hebben gisteren besloten dat het anders moet en vandaag is het geregeld. Zo gaat dat niet. Hoe heb je dat naar buiten gebracht? Dat was mijn tweede vraag. Ja. Hoe heb je de mensen op de hoogte gesteld dat zeg maar een aantal cursussen zijn verdwenen, maar dat er ook nog alternatieven zijn? Nou, we hebben de mensen waar wij natuurlijk al de contacten mee hadden, hebben we het over de klanten, die hebben we op de hoogte gehouden. Alleen dat hebben we niet goed gedaan. Omdat we soms ook gewoon nog niets konden vertellen. En dat is altijd een lastig proces in onzekerheid. Onzekerheid naar je eigen mensen toe, maar vooral ook onzekerheid naar je klanten. Ja. Want wij wisten op enig moment niet of bepaalde docenten over 2 maanden nog in dienst zouden zijn. Ja. Niet omdat wij dat zo slecht georganiseerd hadden, maar omdat dat gewoon nog eenmaal niet bekend was. Ja. Omdat mensen daar ook een eigen afweging in te maken hadden. En dan kun je wel elke week je klanten informeren van, goh, ik wil even vertellen dat ik nog niks dat te vertellen ik nog niet, heb. Ja, dat ik nog niks weet. Maar dat is op een bepaald moment ook niet meer zo geloofwaardig. Nee. En dat is wel een van de lastige trajecten in zo'n reorganisatieproces. Maar laten we niet vergeten, voor de mensen zelf betekent het natuurlijk ook nogal wat. Ja, tuurlijk. En dat hebben we hebben een heel intensief traject gelopen samen met de ondernemingsraad. Die zich daar heel erg goed in opgesteld heeft, kan niet anders zeggen. En we hebben ook regelmatig personeelsbijeenkomsten gehouden om mensen gewoon op de hoogte te houden van de voortgang van het proces. Ja, want dat betekent nogal wat. Als je kijkt naar de tak dans, hè, en zeker voor jonge kinderen, is ballet bij de meisjes, zo maar even te noemen. Mm-hmm. Dat is altijd wel een hele stevige pilaar geweest bij de muzerijen, ook weer voor nieuwe aanwas. Dat klopt.
Grappig, want dit is nou meteen een heel mooi voorbeeld van hoe wij bijna de volledige bezetting aan eigen docenten hebben zien afvloeien. Maar de praktijk op dansgebied alleen maar hebben zien groeien. Ja. Want bijna al die mensen zijn met het medenemen tussen haakjes van hun klanten doorgestart op de locatie en met name de dansen in de bank van lening. Ja, en die bezettingsgraad is optimaal. Okay. En dus mensen kunnen nog steeds de weg vinden voor of dat nou klassiek ballet is of hip-hop of wat dan ook. Het gebeurt allemaal. Ja, want meer nog dan voorheen. Precies, want het is natuurlijk hartstikke breed. Ja. Er staan ook weer een paar evenementen op touw. Ja. Kun je er iets meer over vertellen? Ja, nou, okay, we hebben een keuze gemaakt en wij noemen dat dan heel populair aanhaken op de agenda van de stad. Nou, in normaal Nederlands betekent dat als er een Jazz in Duketown is, dan vinden wij dat we ook iets moeten doen. Als het theaterfestival Boulevard is, dan vinden wij dat de muzerij daar ook bij hoort. Nou, zo kun je al dat soort evenementen benoemen. Dan kun je kijken van past dat nou in onze opdracht? Ja. Nou, en het antwoord is bijna altijd ja. En bijvoorbeeld theaterfestival Boulevard hebben we met de directie alweer een overeenkomst. Dat gedurende het hele festival op de locatie van de muzerij in de Hinthammerstraat er elke dag programma's, of tenminste geprogrammeerd is, voor voorstellingen. En dat doen we dan weer samen met de Fontys Hogescholen. Ja, dat is fantastisch. Mooie samenwerkingen zijn dat. En je ziet ook dat men ons beter weet te vinden en dat wij de rest ook steeds beter weten te vinden. Ja. Even tot slot, want de tijd zit er bijna op. Hè? Ja. Zo gaat dat bij de lokale omroep. Hè? Het gaat snel. En niet alleen bij de lokale, weet je. Hè? Ik zat erop te wachten. Einde van het jaar hebben we eigenlijk nu een primeur, wat we kunnen vertellen. Mm-hmm. Want met... Enfin, zeg het zelf maar trouwens. Nou ja, goed. Zoals jij dat in de aankondiging al noemde, het benefietconcert. Een speciale uitvoering van Mission Christmas. Ja. En dat gaat, dan moet ik even zorgen dat ik het goed doe, 7 december plaatsvinden in de muzerijen. En iemand die jullie allemaal kennen, schijnt ook iets met organisatie te doen. Ja. Toch? Ja, nou dat klopt. Een stichting voor elkaar aan de slag. We zijn bezig met een cd-single om die uit te brengen. Ja. En daarnaast is het zo dat we dus dat benefietconcert gaan doen met een heuse Missy Christmas Band onder leiding van Paul Dame. Dus dat wordt een hele happening, maar tegen die tijd zullen we er nog wel iets over gaan vertellen. Maar zonder nou reclame te maken zou ik iedereen in ieder geval wel willen oproepen om 7 december vast in de agenda te zetten. Ja. Nou, dan gaan we zeker voordat we nou gaan afsluiten, wil ik heel even de gelegenheid gebruiken om nog even kort te schetsen wat wij nou als nieuwe muzerijen allemaal doen. Dus los van de ouderwetse cursusfabriek die wij waren, doen we nog steeds heel veel op het gebied van kunst- en cultuureducatie op de scholen. We hebben ook een hele belangrijke rol in de wijken, om de leefbaarheid van de wijken te vergroten. Dat doen we samen met onder andere Prinsberg Cultuurfonds. Ja. Waarin we allerlei kunst- en cultuurprojecten met en door en voor de bewoners opzetten. Dus dat is ook niet onbelangrijk. Daarnaast verzorgen we frequent allerlei thema-activiteiten, zoals bijvoorbeeld een Dansant d'Amuse, dansfeest voor 30-plussers, elke 6 weken. Gayswing, elke tweede vrijdag van de maand gebeurt dat. Dus dat zijn allemaal van die activiteiten die frequent terugkeren. En zo staan er nog veel meer op stapel. Zo beginnen we bijvoorbeeld op 30 maart met de evenementen voor de eerste keer Biertje, Bentje, Bitterbal. Dat is een prachtig nieuw evenement waarin wij letterlijk een podium bieden aan allerlei muzici. En dat wordt fantastisch. Is ook allemaal in de agenda. we hebben natuurlijk ook gewoon een opdracht om die prachtige gerestaureerde panden rendabel te maken door die bezettingsgraad omhoog te krijgen. En dat kan onder andere door meer professionals te huisvesten. Dus mensen die dus toch hun eigen praktijk willen doen, maar wel onderdeel willen zijn van een grotere club van collega-professionals. Ja. Hebben wij natuurlijk fantastische faciliteiten. En daar kun je ook je klanten ontvangen als ze dan zitten te wachten, omdat je nog met een andere cursus bezig bent. Hoef je niet bang te zijn dat ze in de kou staan, want ze kunnen binnen en ze kunnen koffie bestellen. Daar hebben wij alle faciliteiten voor. En daarnaast verzorgen wij ook allerlei evenementen voor organisaties. Als je nou een andere vorm van personeelsontwikkelingsdag wil hebben, met workshops op het gebied van kunst en cultuur, dan zijn wij ook de man. Ja, want even voor de duidelijkheid. Op de website kun je alles vinden. Ja. Daar staat het hele evenementen, alle mogelijkheden die zijn. Dus ik zou tegen de kijkers graag willen zeggen, mocht je geïnteresseerd zijn, ga zeker even naar de website van de muzerijen. En dan zul je ook zien dat we bijvoorbeeld vergaderfaciliteiten bieden met alles erop en eraan, met prachtige horeca-functionaliteit. En tot slot, we hebben ook heel nadrukkelijk in onze opdracht opgenomen dat wij vele amateurverenigingen huisvesten. En wat dat betreft is ook een uitnodiging aan amateurverenigingen die zich thuis voelen
bij wat de muzerijen doet. Om met ons in gesprek te gaan. En wij zullen zelf ook actief ze op gaan zoeken. Om eens te kijken of zij van de muzerijen hun thuisbasis kunnen maken. Nou. Zo zie je maar, de muzerijen staat centraal in onze stad. Dankjewel Theo. Jij ook bedankt. Ik zie je graag de volgende keer weer terug. Ja, in ieder geval 7 december. Juist. En tegen de kijkers thuis, hartelijk dank voor het kijken. Dit was In Gesprek Met. En vandaag was mijn gast Theo de Veer. Tot volgende week.